We wou eigenlijk maar meteen gewoon beginnen. En dat betekent dat we eigenlijk aan iedereen op rij gewoon gaan vragen om nog een keer hun naam te noemen, omdat de rest van het gezelschap betrokkenen ook leert kennen. En dan gewoon vertellen waarom je hier bent en wat voor ideeën je hebt. Gewoon maar om het gesprek zo snel mogelijk te doen. Iedereen kent het gebouw. En als het nog niet bekend is, dan lukt het vanavond niet om het te laten zien. Maar wij vragen dus gewoon aan iedereen, begin maar. Waar staat ook? Ja? Ik ben Marcel van den Berg. In eerste instantie natuurlijk een stuk nieuwsgierigheid, maar ik heb al jaren die discussie over dat pand. En over de leefbaarheid Bredevoort. Dus waar ik nou erg nieuwsgierig naar ben, is aan wat wil men nou precies daarmee? Wie gaat het doen en hoe gaan we het bekostigen? Ik doe in ieder geval geen financiële of anderzijds inbreng in, mocht het vaak komen. Maar ik ben wel Bredevoort. Dus ik begrijp wat ik bedoel. Nou, preciezer misschien. Preciezer misschien. Nou, ik weet het zijn we allemaal hier. Ik vind het belangrijk dat dit stadje gewoon blijft leven. En als ik al die handels die staan daar op het zand, dan, nou ja, mijn broek blijft nog vanwege de riem nog zitten, maar daar houdt het ook mee op. Wat voor handel bedoel je? Nou, mijn broek zakt er vanaf. Maar wat voor handel? Ja, dat ziet er niet uit. Je bedoelt de leegstand? Ja, natuurlijk. Maar waar hebben we het anders over? Nou ja. Iedere mag zeggen wat hij wil vanavond. Nee, niet duidelijk. Ja, nee. Ja, we gaan eens kijken. We gaan eens kijken wat allemaal leeg staat. Ja. Maar voor de rest ziet het er wel. Ziet het, het zand op zich ziet er keurig uit. Nou, die vrouw, dat wil ik niet zeggen. Maar als je ziet wat er omheen staat. Sorry hoor. Maar je bent een beetje kwaad ja. Of zo. Nee. Ja, al jaren. Al jaren. Als ik dit allemaal zie, wat hier allemaal gebeurt. We zijn afgelopen voorjaar of eind. Afgelopen jaar is er ook een bespreking geweest van ook weer zo'n vereniging van mensen die dat iets meer wilden doen. Ik denk, nou, dat klonk goed, dat was, komt u zelf ook trouwens erbij, maar goed, maakt niet uit. En ik dacht van, nou, er gaat wat gebeuren, maar daar hoor je ook niks meer van. En één keer dit, dus hier ben ik weer. Laat horen, laat zien. Wat moet erin? Ik ben Hans Bos, woon in Villa Maria tegenover de Spa. Ik had van de week al een keer met Paul om de tafel gezeten, omdat ik ook al wat plannetjes had. En ik moet zeggen dat ik de meeste plannen hier vanavond wel gehoord heb. Dus op zich is dat ook wel heel leuk dat iedereen toch wel met dat soort plannen in zijn hoofd zit. Waar ik ook heel blij mee ben, is dat ik nou een paar keer heb gehoord van jongens, we hebben sympathieke Oosterburen, laten we daar alsjeblieft wat mee doen. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik het breder zou willen trekken als alleen het Broekenstad gebeuren. De Duitsers kennen zoiets als een koerort. En ik vind zelf dat we hier een prachtig mooi plaatsje hebben, ik noem het dan maar ontspanningsoord. Waar we dus veel breder mee wat mee kunnen dan alleen een boek verkopen. Want hier is gewoon veel meer dan alleen boeken. Een koeroord weten jullie misschien, dat wordt zelf daar voor de verzekering nog vergoed. Voor zover dat wordt ook allemaal wat minder. Maar zeker. Die mogelijkheid zijn, in Nederland kennen we zoiets niet. Maar kennen we wel? Jawel. Ja? Valkenburg bijvoorbeeld. Ja. En... In Groningen heb je dus meer op wellness gericht. Oké, okay, ja. Dat is koerort. Ja, nou, we hebben dan hier niet echt wellness, maar we hebben natuurlijk wel een prachtige slingerplas in de buurt. We hebben het mooie marktpleintje ervoor. We hebben schone lucht. We hebben schone lucht, we hebben geen vervuilende industrieën. Wel iets waar we, ja, wat ik wat breder zou willen zien dan alleen het boekenverhaal. En als opmerking wil ik nog zeggen dat ik heel veel mensen hoor met idealen die allemaal leuk zijn, maar jongens, er moeten ook centen komen, het moet ook betaald worden op een gegeven moment. En die mis ik nog een beetje. Dat is extra aandacht aan geven de komende mensen, denk ik. Ja, dat is een beetje wat. Wat wil jij erover zeggen over de centen? Behalve dan dat het wat. Nou ja, goed, ik had van de week al even met jou... Maar het gaat nu even om... Ja, nee, dat begrijp ik. We kwamen eigenlijk ook neer op het eventuele woongroepverhaal, wat moeilijk wordt vanwege die kettingformule. Bed and breakfast, waar ik wel wat in zie. Ik denk dat in de zomerperiode niet zo heel moeilijk vol te krijgen is, omdat het hele jaar te exporteren wordt wat lastiger. En daarin zaten we ook te denken aan eventueel gehandicapte groepen en goed, alle ideeën die ik hier vanavond met elkaar gehoord heb. De wat minder valide eventueel groepen. Ik heb zelf zitten denken, mantelzorgers is nogal een probleem in Nederland.
om bij wijze van spreken de mantelzorgers een vakantie aan te bieden, een soort zonnebloem-idee. Om die eens een weekje rust te geven, die dan misschien met lotgenoten op hetzelfde plekje met elkaar zouden kunnen praten, terwijl de thuiszorg voor zijn werk het begrepen heeft. Iemand die in Rotterdam op twee kamers zijn partner verzorgt en die wil een weekje op vakantie. Voor zover mijn informatie strekt, wordt de thuiszorg dan overgenomen door waar degene op vakantie gaat. Dus dat zou nog weer een idee zijn om hier de thuiszorg wat te spreken op die manier. Dat die mensen ook nog weer aan het werk kwamen. Dat was er eentje. Dat zijn wel dingen die je om het hele jaar de boel vol te krijgen. Het pand leent zich er natuurlijk voor om wat minder valide ook prima te kunnen laten huizen. Dan doe je denk ik wel iets wat niet overal kan, maar dat kan natuurlijk niet in elk hotel, denk ik. Plus dat ik denk als zulke mensen op vakantie gaan, dat daar ook een budget voor is en dat je daar ook serieuze geld voor kunt vragen. Ik hoor hier vandaag 35 of 50 euro per nacht. Ik denk niet dat daar de exploitatie rond van krijgt. Ik denk dat dat een probleem wordt. En met dit soort mensen zal er een wat groter budget zijn en ja, denk ik dat er wat meer geld in het laadje komt. Doe jij eens bedragen? Orde vergroten? Ik denk in zo'n mantelzorgverhaal dat je gewoon 100 euro per dag kunt vragen. Ik hou mij overdag bezig met de participatiewet. En daar zie ik ook kansen in, dat werd door Annie Huiting ook genoemd. Daar gaan groepen tussen wal en schip vallen. Ik kom net van een congres af van de middag in Utrecht met Kleinsma erbij, waarin sociale ondernemingen erg gepromoot worden, die een verbinding maken tussen sociale doelstellingen en investeringen en productie en gewoon winstgevendheid. Er zijn prachtige voorbeelden van in Nederland. Als we dat zouden kunnen combineren met de zorg voor lichtverstandige gehandicapten, met toerisme, met een aanbod, wellicht wat daar gezegd wordt, ambachtelijk in de sfeer van Bredevoort. En dat hebben we volgende week niet klaar. En dat vergt lange adem. Ik wil wel meedenken in het zeg maar goed op poten krijgen van dat. Ik ga niet investeren en ik ga er niet zeg maar zelf iets in doen. Maar daar zie ik wel mogelijkheden in. En ik denk dat we de tijd een beetje voorbij zijn. Dat we zeggen, dan daar moet een winkeltje en daar moet dit en daar moet dat. Daar is gewoon geen draagvlak of daar is geen levensstandaard bedrijf uit te maken. Sorry, het is eenmaal zo. En dus je moet samenwerken met... En dan nog een sector onderwijs, denk ik. Dat is de enige sector in Nederland waar nog een beetje geld zit. Met name het mbo en het hbo. Want vergeet niet, de zorg heeft geen geld meer. De gemeenten hebben geen geld meer. De overheid heeft geen geld meer. Althans, ze steken in verkeerde dingen. Maar die sectoren, daar kun je niet meer geld uithalen om leuke dingen te doen. Dat is over, echt. Dus je moet samenwerken in dingen die er nog zijn. Heel goed. Ja, het gaat om, en omdat het zo'n lange adem heeft, en ik wil het toch even noemen, hier, niemand durft te komen. Het heeft een lange adem nodig, dat betekent dat het gebouw nog wel eens lang leeg zal kunnen staan. En Paul, ik moet het wel zeggen, jij hebt geen goede track record als het gaat om onderhoud van gebouwen. Ja. Kunnen jullie garanderen dat daar niet hetzelfde gaat gebeuren? Nee. Duidelijk verhaal. Nee, dat kun je niet. Omdat je afhankelijk bent van wat er inkomt. Maar we kunnen voorlopig wel voort. Ja, oké. We doen ons best.